Ja, ik ben, hoe lang geleden? 3, 4 jaar geleden ben ik, ja, ik dacht dat het langer was, maar het was 3, 4 jaar geleden, omdat je dit hebt, die datums die hadden wel. Ja. Ben ik dus de islam gaan praktiseren en ik zat bij een hoog risico beveiliging Schiphol. Dus, ja, dat is ook een terroristenbeveiliging. En op een gegeven moment kreeg ik de MIVD op mijn dak. MIVD, ja. En die ging, veiligheid. Ja, militaire inrichting en veiligheidsdienst. En om een lang verhaal kort te maken, vonden ze mij een risico. En in het begin was het een schorsing. En ja, ik vond dat natuurlijk onterecht. Ik had natuurlijk zo hard gevochten voor waar ik stond. En eigenlijk in één klap, doordat ik eigenlijk islam koos als mijn geloof. En ik ging ook uitzien als een moslima. Kreeg ik opeens... opeens gebeurde er iets in mijn leven dat ik dacht van ja... Wat gebeurt hier nou weer? Na het onderzoek heeft toen 2 jaar geduurd, ik mocht gewoon doorwerken. Dat was ook weer het rare. Dus het was niet dat ik was niet een gevaar, maar mijn betrouwbaarheid zou in het geding zijn. En daardoor vonden ze mij, hebben ze mij geschorst en uiteindelijk ben ik weggegaan naar mijn schorsing. Wat doet dat met jou als mens? Ik heb zelf een politieachtergrond. Ik ben zelf gestopt omdat ik wilde praktiseren. Heb ik gewoon de keuze gemaakt? Nou, kijk, als Marie-José zou zijn op Schiphol en kijk, met Defensie zelf, met de Marie-José heb ik geen probleem. En die hebben ook nooit problemen met mij ondervonden. Het is gewoon een inlichtingendienst die een papiertje voor mij heeft ingenomen. Maar zonder dat papiertje kan ik niet beroep uitoefenen. Dus ook echt met de generaal en de generaal van de Marie-José, die heb ik ook gesproken. En die heeft ook gezegd, ja, op de werkvloer ben je gewoon uitstekend. En je bent een meerwaarde, zeker ook als moslima in het vakgebied wat ik beoefende. Mm-hmm. Maar ja, het zijn gewoon twee losse organisaties en zij kunnen daar niks aan doen. Ja, maar ik vind het vreemd, omdat, kijk... Ik wil er nog heel even op ingaan, want ik vind het zo dubbel, want in één keer doet zij, dus niet in één keer, maar er gaat een periode vooraf, bedek jij je, draag je hijab. Jij bent nog steeds dezelfde Sabra, hè? Ja, Sabra. Dus ik vind dat zo dubbel dat ze jou, net als jij die hoofddoek weer af zou doen, dat je dan weer integer zou zijn. Alleen dat doekje wat je om hebt, dat maakt jou niet integer. En dat maakt mij zo kwaad. Kijk, en dat de Marie-José jou steunt en dat zij niks, geen klacht hebben ingediend en dat ze achter jou staan, vind ik heel leuk voor jou, maar het geeft jou niks. Het levert jou niks op. Ja, ik zie dat anders. Maar hoe zie jij dat dan? Ja, kijk, ik zie dat als een beproeving. Dat is iets wat op mijn pad is gekomen. En ik geloof in dat God, daar waar God één deur sluit, doet hij niet voordat hij 2 deuren opent. Ben ik met jou eens? En het feit, natuurlijk, ik vind dat, ik ben daar verdrietig over, ik ben daar boos over. Maar ik haal daar eigenlijk meer kracht uit. Hoe meer dingen mij tegenzitten, hoe meer krachtiger ik word en hoe meer ik mezelf ga ontwikkelen om verder te kijken. En de Marie-José was op dat moment, sterker nog, als ze mij gewoon hadden gelaten, was ik gewoon zelf weggegaan. Omdat ik vond op een gegeven moment dat ik stil stond in mijn werk, in mijn leven. Want je tijd ochtenddienst, nachtdienst. Je bent in een heel ander wereldje dan dat ik nu ben. En eigenlijk de publiciteit, et cetera, die ik heb gekregen door de media en dat soort dingen, heeft mij juist gegroeid en heeft mij juist sterker gemaakt in wat ik nu doe. En waardoor eigenlijk de moslima's bij mij trainen en de niet-moslims bij mij trainen. Thank you.